Jos Brink overleed in 2007. Uitermate geliefd altijd geweest. Uitermate geliefd. Een van de beste presentatoren die wij in Nederland kennen. Zo'n beetje de hele generatie na hem is gekomen. Heeft hem als voorbeeld gehad. Echt als voorbeeld. En het mooie van Jos Brink was dat hij ervoor kon zorgen dat hij van eigenlijk niets echt iets kon maken. Want als je vraagt aan mensen, waar kennen jullie Jos Brink van? Zijn de meeste mensen, van grote shows. Dat is wat je dan hoort. En dat heeft hij eigenlijk nooit gedaan. Hij deed eigenlijk, om het maar lullig te zeggen, lullige programmaatjes. Maar die maakte hij heel groot. Nou, Babylonië, wie kent het niet, is er één van. Babylonisch Praat, een programmaatje waar je een woordje moet raden met een panel. Loes Haasdijk met de grote bril natuurlijk. Was daar in het panel Willem Duis en Jos Brink. En Jos Brink maakt. En ik heb een fragmentje meegenomen waar de wedstrijd gaat tussen de gasten, in dit geval Ivonie, het beste jongetje van de klas. En die wil Jos Brink eigenlijk pakken in dat taalspelletje. En daar komt de grootsheid van Jos Brink weer naar boven. Kom maar. In eerste instantie denk je bij mijn onderwerp, ha. En in tweede instantie denk je bij mijn onderwerp, hé. Hey. En er zijn mannen die denken, hoe? Wat denk je over jouw figuur of object in de hé-instantie? Van mij ten aanzien van de hé of als ik zelf de hé zou zijn? Nou, met name ten opzichte van de hoe die daarop volgt. Met mijn karakter zou ik zeggen ho. Sorry, maar dat is briljant. Dat is Jos Brink ten voeten uit, zeg maar rustig. En het mooie was, waar hij eigenlijk heel groot mee geworden is, het programma Avro's Puzzeluur. Ja, als je het zo hoort, dan denk je, het is oerzaai. Maar dat was juist zijn kunst, zijn talent. Hij maakte daar wat van. Dat werd een grote show. Miljoenen mensen keken. Het enige nadeel was, als presentator moet je altijd een beetje wat weten van puzzelen. Hij wist er niks van, maar hij had een perfecte oplossing. Wij mochten natuurlijk niks weten. En dan gingen ze avondeten, de hele crew. En dan moest ik altijd heel erg veel plassen, maar dat deed ik niet. Ik ging gewoon terug naar dat decor. En aan de achterkant kon ik dan de dingen lezen. Dus het was gewoon oplichterij. En voor 20 gulden komt daar een L van Opstel. Jur. Opstel. Opstel, goed! Prima! Heb ik de jury weer tukken? Het kan namelijk niet teruggeschroefd worden. Ja, dat is toch geweldig, sorry, maar dan heb je gewoon... Dan speel je namelijk letterlijk met dat spel. En het knappe van dit was, dat werd later met een grote leader, met een show-opening. Terwijl het is gewoon een spelletje met puzzelwoordjes. Nou, dat is toch knap als je dat kan.